Dit is de Nacho Podcast met uw host Orville Nielsen samen met Reinald Koolen. Ja, ja, daar zijn we dan met de allereerste aflevering van de Nacho Podcast. Welkom, dames en heren. Hey, Reinald, ook welkom. Ja, man, dankjewel. Hoe is jouw weekend tot nu toe? Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed, man. Heel relaxed, gewoon. Niet te veel gedaan, moet ik zeggen. Gewoon relaxed. Oké, okay, nou maar... ja. Ja. Ik heb zelf ook een heel relaxed, fijn en gezellig weekend. En heel gezellig dat we hier nu samen in de studio zijn. Um, ik wil het vooral even hebben over de, de laatste updates op dit moment over uh, het Surinaamse nationale elftal. Um, de laatste paar weken zijn er een aantal spelers in het nieuws gekomen. Die zijn benaderd om voor Suriname uit te komen. Waaronder spelers als uh, Van Ewijk, Manhoef en Oosterwolde. Die hebben allemaal om uh, ja, hun voorkeur toch uitgesproken voor Oranje uit te komen. Eigenlijk hebben we ook de indruk. Ik heb de indruk vooral dat de spelers dan niet met hun hart kiezen. Zoals bijvoorbeeld uh, Rishano Habs dat in het verleden heeft gedaan, uh, Kenneth Paal. Die hebben echt duidelijk gesproken van uh, hoe emotioneel het, het voor hun is en dat ze echt met hun hart voor Suriname hebben gekozen. Hoe denk jij daarover, uh, Rijnol? Ja, ik zou gewoon een beetje dubbel in. Um, kijk, je hebt echt drie aspecten. Hè? Aspect één is: je bent jong, talentvol, dus je wil het hoogste niveau bereiken, het beste team spelen, noem maar op. Op dit moment is het Nederlands aantal gewoon ja, op een hoger niveau actief dan Nacho. Um, je hebt 10 tot 15 jaar in je, car je carrière om je on on onafhankelijk te spelen als speler. Dan ga je ook denken, ja, ik ben acht, 17, 18, 20, 21. Wat is het beste voor mijn carrièrepad? Nou, het is nou eenmaal aantrekkelijker voor clubs om een West-Europese internationaal ingeleden te hebben. Om de redenen die we kennen, hè, reistijd, noem maar op, jetlags. Um, maar ook gewoon um, ja, de blessuregevoeligheid om het te toch tegen bepaalde... Landen speelt met een bepaald niveau, die op andere manieren je moeten afstoppen. Um, en daarbij heb je ook het feit dat je niet per se voor een land kiest. In het geval van deze jongens, je kiest ook een beetje voor een team. Je kiest niet per se voor Nederland of Suriname. Je kiest voor het team waar jij denkt het meeste te kunnen behalen. En dat beïnvloedt het sentiment een beetje. Waar ik niet veel begrip voor heb, is jongens die 5, 6, 27 zijn en die nog steeds vijfde keuze hebben op hun positie en denken: ik ga voor Oranje. Terwijl je gewoon ook met Nacho iets kan bereiken. Inderdaad. Ik bedoel als voorbeeld Oosterwolde. Als hij voor Oranje gaat, ja, dan heeft hij toch wel flink wat concurrentie op de linksback. Mm. Uh, met name uh, Malaysia, blind. Uh, eigenlijk komt Wijndal er ook wel aan. Ja. Weet je. Dus, uh, ja, en Mitchell Bakker niet te vergeten. Dus hij is eigenlijk nog niet eens in zijn aanmerking gekomen. En daarom vind ik het vooral uh, opvallend dat hij dan toch voor uh, zijn voorkeur uitspreek voor Oranje. Maar als ik even terugga naar een interview van uh, Dien Goree in uh, 2021... kort na zijn ontslag toen, bij de Surinaamse Voetbalbond... toen gaf hij aan dat eigenlijk als je met je hart kiest... is het dus geen excuus als je... Uh, want er zijn spelers die ondanks de beperkte middelen... toch hebben gekozen om dus voor Suriname te kiezen. Want ja, de, de middelen zijn toch wel wat minder dan bijvoorbeeld uh, bij Oranje. Dus ja, mm -hmm. hij gaf dat toch wel aan uh, in 2021. Maar... Ja, hoe, hoe, hoe denk jij daar, daar verder over? Ik bedoel, heeft daar eigenlijk wel gelijk in? Dat je dan, als je met je hart kiest, is het eigenlijk geen excuus om te zeggen: van hé, hey, de middelen ja. zijn niet. Ja, kijk, weet je, het is um, ja en nee. Tuurlijk, als je met je hart ergens voor gaat, met alle passie ervoor gaat, dan doen die randzaken niet ertoe. Hè? Net als een relatie, uh, het kan nog zo tegenzitten. Als je toch wil volharden en voor vechten, dan, dan doe je dat. Um, tegelijkertijd, wat, wat ik net zei, ik kan me best voorstellen als je pas twintig bent. Ja, maak die keus maar. Dan is het best wel makkelijk om de veilige keuze te nemen. Um, dus het is, uh, ik, ik denk, denk niet dat je het per se met, met hart of, of dat soort dingen moet, moet bekijken. Er zijn vaak gewoon andere aspecten die in de situaties van mensen levens even beter uitkomen. Ik bedoel, mijn ouders zijn bijvoorbeeld ook naar Nederland gekomen om bepaalde redenen. Niet omdat ze Suriname haten, zeker niet. Uh, het hart klopt Suriname's bloed, bloed, maar soms kies je gewoon voor. Ja, Perspectief, toekomst, iets dat beter bij jou past dan het ander. Is waar, is waar, is waar. Dat klopt inderdaad. Um, wat ook een beetje de laatste tijd heel veel over wordt gesproken... is ja, de twaalf nieuwe spelers die er aangekomen ja. Iedereen heeft het erover. Kijk, wij zijn allemaal benieuwd. Ja, ik ook, jij ook. Maar er wordt eigenlijk best wel veel daarover gesproken... en zonder dat er wordt gekeken naar andere ja. dingen. Want ja. Ja, we moeten niet te veel blootstaren op eigenlijk de nieuwe spelers... die eventueel zullen komen. <laughs> wat ook nog eigenlijk moet komen, is bijvoorbeeld potentiële sponsors... Um, ja. Bijvoorbeeld, Nike had aangeboden Nacho te sponsoren. Maar um, ja, ze wilden daarbij de boekhouding inzien van de, van de SVB. Ja, de SVB heeft het geweigerd. Waarna de deal niet doorging. Uh, heb je dat nieuws ook meegekregen? Ja, vaagjes. Ik, ik weet niet de ins en outs ervan. Maar er uh, was toch ook vanuit de, de, de FIFA werd er onderzoek gedaan. Ook, en dat de, de financiële administratie niet zodanig was dat het transparant was. Um, ja, en, en een sponsor wil weten waar hij mee in zee gaat. Hij wil weten waar het geld aan besteed wordt. Yes. We kunnen ervan uitgaan dat het nog steeds eigenlijk onrustig daar is. Dat, dat, ja. We horen er ook niet veel van. Uh, dus ja, het zou wel heel mooi zijn. Want we spelen nu al een jaar of bijna drie in dezelfde tenus, eigenlijk. Ja. Dus ja. het zou wel mooi zijn dat we dan toch. Uh, kijk, wie weet, komt er nog. Weet je. We horen helaas nog niks. Maar uh, misschien met uh, de Nacho. Nations League-wedstrijden eigenlijk, die in maart eraan komen, dat het misschien opeens, uh, staan we met een nieuwe tenue daarop. Dus laten we het hopen, we, we kijken wel. Uh... Het zou me niet verbazen, het is wel eerder gebeurd dat er opeens een ander shirt was. Ja. <laughs> ja, en hoe denk jij trouwens over, kijk, um, Nigel de Jong is, is benoemd als uh, de nieuwe directeur topvoetbal bij de KNVB. Mm. Dat kan gevolgen hebben voor Suriname, maar ook voor bijvoorbeeld Marokko, die uh, grote succes heeft gekend op het WK in uh, Qatar. Maar kijk, Nigel de Jong, los van zijn uh, half Surinaamse achtergrond... Hij vindt ook, als je een beetje naar zijn uitstraling kijkt en zijn leeftijd... Dan staat hij toch wel wat dichter bij de huidige generatie. Uh, weet je, jongens die nog een keuze moeten maken, die meer de nationaliteit hebben. Ja, ja klopt. Uh, hij heeft wat meer uh, uitstraling dan bijvoorbeeld uh, ja, Hans van Breukelen, met, met alle respect. Die staat toch wel wat verder uh, bij die jongens vandaan, die, die generatie. Hans van Breukelen heeft bijvoorbeeld geen tattoo in de nek om iets te noemen. Weet je? Nee, nee, dat... Uh... Dus ja... Um, wat kunnen we daarvan verwachten? Gaan jongens nu door Nigel zijn aanwezigheid moeilijker twijfelen? Of moeilijk, sneller kiezen voor Oranje? Of hoe denk jij daarover? Nou, ja, kijk, het is sowieso wel een, een wapen om het zo te zeggen. Omdat ja, kijk, het is een topvoetballer. We kennen zijn carrière allemaal. Hij heeft de WK-finale gespeeld en zo. En ja, hij, hij heeft Ajax verleden. Hij heeft contacten bij Ajax. Hoeveel Surinaamse jongens spelen wel niet in de Ajax-jeugd? En Marokkaanse jongens en dergelijke. Um, ik denk eerlijk gezegd, bijvoorbeeld bij de Marokkaanse jongens, het weinig gaat uithalen. Um, ja, die, die kiezen gewoon voor Marokko. Want uh, Marokko of Nederland, het verschil in prestatieve en sportieve mogelijkheden, dat, dat gat is gedicht of veel minder geworden. En bij Nacho is, en, en, en Oranje is dat gewoon groter. Maar um, het maakt wel indruk als uh, Nigel de Jong binnenkomt lopen of... Uh, iemand van de SVB die je niet kent. En om even op Marokko in te haken. Jij vertelde recentelijk nog... hadden we een gesprek over de faciliteiten... die ze toen uh, ja. in, in, uh, in Marokko hebben... helemaal hebben aangepakt. Mm. Wat hebben ze daar... ze hebben een heel complex hebben ze gebouwd. Het is volgens mij de grootste uh, sportcomplex... van Marokko momenteel. Uh, waardoor ze eigenlijk al jaren geleden... Ja, dit in gang hebben gezet. Ja, kijk, de, 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 het fijnst van het jarenlang beleid... heb ik niet helemaal onderzocht. Maar wat ik wel weet is dat ze een op en top top-notch um, faciliteit, het Koning Mohammed 5 uh, uh, centrum heet het geloof ik, en um, daar verblijven ze. Ook de jeugdteams, hè, de jeugdteams verblijven daar, de, de seniorenteams in voorbereiding. Dus ze worden eigenlijk in ja, faciliteiten klaargestoomd waar de grootste, rijkste, krachtigste clubs zich in voorbereiden. Er is een hotel, er zijn kunstgrasvelden, ja, er zijn uh, natuurgrasvelden, fysiotherapeut, gewoon echt alles wat, wat, wat. In Nederland heb je Papendal. Dat maar dan veel luxer en nog met uh, ja, meer grandeur en dat soort dingen. Dus uh, ja, dat is ook wel een stap die gemaakt is. Dus dat betekent dat ze. De faciliteiten zeggen excuus meer daar, zeg maar. Wat voorheen misschien wel zo was. En natuurlijk, ze hebben bij de bond het een, het een en ander gereorganiseerd. En ik zag een mooi stukje laatst. Uh, op Facebook zag ik het langskomen. Was er een. Uh, Noren Amrabat, Nee, uh, Die kon niet in de Marokkaanse native talen het interview afronden. Maar toch was iedereen trots op dat hij voor Marokko speelde. Dat sentiment is daar dus nu helemaal weg. Hè? Van ja, maar jij bent niet -hier, hè? En dat soort dingen. Dat, 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 ja, in Suriname heb je dat nog wel een klein beetje. Ik heb wel begrepen dat het uh, wel minder is geworden. In Suriname het, het wordt het steeds meer dat de jongens uh, uit Nederland. Zeg maar, tenminste de overzeese jongens. toch zijn geaccepteerd. En vooral de thuiswedstrijd toen tegen Jamaica om de ja. Nations League. Ja, dat, dat, ik denk dat dat wel echt het moment was. Die jongens die wisten niet wat ze hebben meegemaakt. Weet je? Dus... Ja, dat was, die wedstrijd was gezien. Je zag gewoon echt het spatten van het beeld af uh, het geluid. En, uh, dus, uh, het, 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 is, het is ook bewezen hè, dat het kan werken. Ja. En voorheen hadden we zoiets van ja, en dan. Daar komen ze en dan. En, en nu oké. Okay. We, we verliezen niet meer per se van Jamaica. Je, het is toch een kleine paradigma-shift gaande. Maar het heeft gewoon tijd nodig, man. Dat het, ja, het is gewoon zo. Ja, ja, dat klopt helemaal. Ja, het volgende. Heel wat anders wat even los van het voetbal staat. Rijnald, wat betekent het woord koulo? <laughs> uh, ja, goed, ik weet niet of je moet gaan censureren nu, maar. Ik denk dat we uh, na de break hierop <laughs> terug moeten komen. Ik denk het ook. Oké, okay, we gaan even naar de break. Nee, even over het woord Kaulo toch? Ik lees overal. Kaulo is straattaal. Uh, en het, het, het betekent veel en het betekent erg. Nee. Kaulo is een van de zwaarste Surinaamse scheldwoorden die bestaat. Kijk, ik ben voor talen die elkaars woorden lenen. Hè? Zo leeft een taal, zo wordt een taal rijker. Dus ik vind het echt tof. fissa, feti. Helemaal geweldig. Maar weet wat je zegt. Ka is poep. Olo. Is gat. Dus eigenlijk is het poepgat, voelt licht aan. Maar als scheldwoord is het voor Surinamers en in Suriname weegt het zwaar. Is bijna hetzelfde als als kanker, als je met kanker gaat schelden. Dus let op hè. Dus mijn kinderen hebben het nog nooit gezegd waar ik bij ben. Ik ben 50, ik heb nog nooit gezegd waar mijn ouders of ouderen bij zijn. Want anders heb je een probleem. Kolen is een zwaar scheldwoord. Dus als je het gebruikt in de verkeerde omgeving, kan je gewoon een kolo klap klap krijgen op je kolo-bek. Dus hou daar rekening mee, die zo gebruikt. Deel je een kolo-klap. Yes, daar zijn we weer met het tweede deel. We zijn geëindigd met het woord kolen, waar we het niet graag over hebben, maar in het verleden, mijn ervaringen, ik kwam zelf uh, met mijn werk kwam ik gericht in aanraking of in discussie met studenten. En die van uh, ja geregeld van het woord gebruik maakte en wel meer woorden. Nou, die ga ik niet allemaal noemen. Maar dan ontstond er wel eens een discussie en dan vroeg ik ze van: hé, hey, weet je wel wat je zegt? Dan kreeg ik als antwoord van uh, ja, het is, uh, het is toch gewoon straattaal? En dan zeg ik ze: Nee, het is een Surinaams woord die je nu, weet je, wat je nu uitspreekt. En dan ontstond een discussie van nee, het is gewoon van de straat. Ik denk, hè? Dan ben ik een Suriname, Ga je mij vertellen dat het iets van de straat is? Ja. Weet je, dat soort ervaringen en discussies kreeg ik met dat soort jongens, meisjes ook wel, weet je. Dus ik kon daar eigenlijk niet zo goed tegen. Maar kijk, prima als je het zegt, inderdaad. Eh, maar weet wel wat je zegt, zoals Rouve van Veer al aangaf. Dus ja, zo heb ik het ervaren. Ja, of mensen zeggen om in veel. Ja, ja. Ik heb veel, veel. Ja, dat, dat klinkt heel raar als je Surinaams kan, kan praten. Heb je, ja, ik heb om veel pijn. Ja, oké. Okay. Heb je meer pijn dan veel? Of heb je veel... Dat is raar. Weet je, maar, maar bijvoorbeeld ook, ook, ook koulo. Weet je, ik, ik heb zo'n sticker op WhatsApp. En wat? zie je zo'n Hollandse jongen uitgebeeld en zat erbij... Ik vind het echt super koulo. Ja, de, 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 ze, ze hebben totaal geen idee waar het voor staat. Ik heb een keer meegemaakt dat iemand zei... Hé, hey, dat is echt fucking chill. Eh? Ja, Vaak, maar, maar die dacht dus dat faka een soort verbastering van fucking was. Maar faka is van... Uh, ja, maar faka wat hoe gaat het gaat. Faka. Ja. En die keek me aan voor... Wat, wat zeg jij nou? Weet je? Dus het, 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 al die woorden worden zo um, in straattaal verwerkt als zijn in straattaal. Maar ik vind het ergens uh, een beetje devaluerend naar de straat aan tongen toe om te zeggen... Het is straattaal. Alsof uh, hayek of uh, dat soort woorden, het Marokkaans, ook straattaal dat vind ik ook. Dat vind je temmezicht of uh, derige. Maar als het uh, zou worden, zijn, straattaal, maar niet straattaal. Dus... Het mag best wel wat meer op waarde geschat worden. Hè, dat het Stranantongo gewoon echt een taal is. Die door, ja, denk ik, inmiddels door een miljoen mensen op de wereld gesproken wordt. Dus het is geen straattaal, mensen. Kolo is Stranantongo, geen straattaal. Daarom blijven ze gewoon, uh, daar waar het uitkomt, blijven ze een beetje ja, erop wijzen. Niet zoals hier, corrigeren. We zijn niet om mensen op te voeden, maar weet gewoon wat je zegt. Precies, ja. Dus, uh, ik wil even terugkomen, toch wel op de twaalf spelers die genoemd werden. Nou, Er werden geen namen genoemd, maar... Ja, er zijn toch wel. Wij gaan ook geen namen noemen. Hebben we overigens ook niet, maar we kunnen wel een beetje gaan speculeren. Ja. Kijk, als ik even kijk naar het verleden. Um, naar verluidt tijdens de Nations League wedstrijd thuis tegen Jamaica. Schijnt het dat bijvoorbeeld Denswil aanwezig was daarop. Mm -hmm. Misschien zou hij wel toch wel denken: hé, hey, misschien is hij wel een van die spelers. Ja, het zou zomaar kunnen. Hij was toch ook de traps sporen een prijs won of zo. Ging hij paraderen, toen hij gepresenteerd werd, met een Surinaams vlag. Uh, Denswil, nou, Surinaams, er wordt een achternaam bijna niet. Uh, Pinas, Denswil, dat soort namen. ja Dat ten eerste. Uh, ja, hij is waarschijnlijk ook gewoon Surinaams opgevoed. en uh, Kijk, we weten allemaal hoe het is hè, met uh, papierwerk in Suriname en zo. Het kan ook gewoon zijn dat een bepaald document ontbreekt nog of zo bij die jongens. Hè. Ik bedoel, misschien zijn er gewoon wel iets van 10, 12, 15, 20 jongens die graag zouden willen switchen van nationaliteit. Of nee, een sportpaspoort zouden willen hebben om voor nacho te spelen. Maar ja, dan, dan is er een geboorteakte niet. Of een familieboekje is er niet. Want dat soort um, zaken heb je nodig hè. Familieboekje in Suriname is een behoorlijk belangrijk document. Uh, misschien bestaat, is die verdwenen? Is die er niet meer? Dan moet je het aanvragen. Dus er kunnen heel veel zaken uh, tegenhouden. Maar dat neemt niet weg dat wij een uh, groot spelerspotentieel hebben. En ja, we weten allemaal welke namen we zouden willen zien. Ja, ja. En, en ja, kijk, wat je zegt inderdaad, dat speelt ook een grote rol. En het moet, het komt nu van ons, maar het zal wel heel fijn zijn. En misschien ook wel een beetje rustgevend als het van de SVB zelf komt. Dat zij uh, deze dingen eigenlijk delen met ons. En zeggen van hé hey, jongens, um, we kunnen nog geen namen noemen. Of we zijn ermee bezig. Of dat ze in ieder geval een, een kleine opgave van reden geven. Een, een update. Maar ja. Ja, je, je, je bedoelt dus een vorm van communicatie ja. van hoe het proces verloopt. Want het, het kan hè, dat het niet lukt hè, het kan. Um, maar, je, maar zeg dan van, ja, nou, we hebben vertraging, want eh, niet alle documenten zijn compleet. We willen pas wachten tot alle twaalf spullen gehecht. Het kan ook hè, dat je niet één voor één, want toen het pas begonnen allemaal. Je komt continu van die filmpjes aankondig Hé, hey, deze heeft gekozen. Bina's heeft gekozen. Welkom. Bizarre. weet je dus. Ja, precies dat. Want, want toen bijvoorbeeld... Segelaar, de, de grensrechter, toen terugkwam uit Qatar, mm. dan was uh, de voorzitter van de uh, Surinaams Voetbalbond, Krishna dat, die was dan ook daar aanwezig. Ja. Die werd ook heel kort geïnterviewd en die gaf toen echt duidelijk aan van, er komen twaalf nieuwe spelers aan. Weet je, dus zulke dingen worden wel verteld, maar er wordt ja. niet gezegd wanneer en wordt niet... Ja, ja verder en, en daardoor ontstaat het dan dat bijvoorbeeld op social media dat mm -hmm. mensen gaan speculeren of dat mensen ongeduldig worden. Dat klopt. Ja, Communiceer het gewoon eventjes en, en zeg van, hey, we hebben vertraging inderdaad ofzo, of zoiets. Maar je hoort gewoon, het is gewoon radiostilte. Ja, maar vooral die stelligheid waarmee Chris dat zei van, er komen binnenkort 12 spelers. Hij was heel stellig in zijn, eigenlijk, hij garandeerde het nog, nog net niet, zeg maar. En dan hoor je gewoon daarna de hele tijd niks. Geen update, niks. Maar hij wordt zeggen we kunnen binnenkort 12 spelers verwelkomen die uh, aanmerkelijke versterkingen zullen zijn. Dat zei hij namelijk. En dan denk ik van ja, en dan blijft het gewoon ja, ik, bijna zes weken nu, denk ik. Of nou, zoiets, nee. Vier, oh, iets meer dan een maand. Ja. Uh, blijft het stil, want dat was vlak na het WK, hè, dus begin december. Klopt. Blijft het dus helemaal stil en geen enkele update, niks. He, de, uh, de onderhandelingen met Winter lopen. We weten eigenlijk niet hoe, de, voor, ja, hoe, het, hoe het ervoor staat. Er is, is veel onduidelijkheid. Dat is jammer en waar hij ook heel stellig in was, uh, John, John dat was dat in 2026, wanneer het WK uh, plaatsvindt in Mexico, Canada en Amerika, dat Suriname er zeker weten bij zal zijn. Ja, hij, 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 hij klonk echt als iemand die informatie had, <laughs> die niemand anders heeft, weet je. Nee, en ja, hij was echt heel zeker van zijn zaak. Kijk, natuurlijk, we, we zouden allemaal willen, het is, het is echt de droom natuurlijk... Um, maar waarom, geef dan ook aan waarom jij zo zeker bent. Weet je, geef wat meer informatie. Ja, dat kan je doen zonder namen te noemen. Exact. exact. Ja, dus dat vind ik wel inderdaad een beetje jammer. Want kijk, we kennen de selectie, de Nacho-volgers kennen de selecties. Hè. We hebben, onze kernspelers zijn oud, beginnen te oud te worden: de Ryan Donks, de Charon Sherry's. Nou, Bisschen waar kan nog wel twee jaar mee, denk ik. Ja. Um, maar die, die, ja, die, die zijn niet aan het begin van hun carrière, om het zo te zeggen. En Dion Malone is ook 33, die overigens altijd er van de partij was. Vind ik echt een voorbeeld voor, uh, qua de, op dat gebied oh, voor uh, veel internationals. Ja, ja. Weet je? Maar die is ook niet de jongste meer, die is 36 wanneer een, uh, het WK is. 37 zelf. Dan moet je nu doorselecteren. Precies, en die jongens zijn er. Hè. Daarom vind ik het ook leuk om te zien dat bij de U20 wordt er ook echt... Uh, nou, de, de, de Vorige keer toch met het CONCACAF-toernooi waren er... Uh, Acht jongens bij, geloof ik? Ja, volgens ja. mij waren het inderdaad acht, ja. Er waren veel meer, eigenlijk, maar er zijn heel wat afgevallen vanwege uiteenlopende redenen. Daarom, weet je. Maar, maar ik bedoel, er wordt wel naar gekeken. Dat is ook al een, een stap vooruit. Um, en uh, ik zag ook dat de twee jongens van 18 en 19 geloof ik naar Amerika gaan. Ik ben de naam even kwijt, de Mees heet Ja, de neefjes, de Mees. De de de, die, die, die gaan dus naar een prestigieus Amerikaans voetbaltrainingsprogramma waar ze gescout kunnen worden. Dus uh, er zijn echt wel goede dingen gaande, zowel voor lokale spelers als, als de diaspora spelers. Um, maar ja, we weten allemaal, we praten allemaal over opstellingen, potentiële opstellingen en dergelijke. We weten allemaal als je in elke linie ervaren, speler er bij 1 of twee, Dat je gewoon een elftal hebt dat in de CONCACAF voor niemand bang hoeft te zijn. Je bent niet gelijk de beste. Maar kwalificeren bij de eerste zes in een kwalificatieronde waar Amerika, uh, Canada en Mexico niet meedoen, is eigenlijk super haalbaar. En dan gaan er dus drie automatisch uh, gekwalificeerd uh, voor het WK. Zullen er drie zijn. Ja. En dan de vierde speelt een, een play-off. Ja. ja. Dus ja, dan, dan kunnen we geruststellen dat uh, voor de drie automatische plekken: Costa Rica, Jamaica. En dan hebben we misschien nog een ja. Dat denken we gewoon als Salvador misschien. Nee, ik, ik, ik ben niet zo zeker van Jamaica en Costa Rica. Nee. Um, kijk, Costa Rica, we hebben ze op de WK gezien. die hebben altijd een bepaalde kwaliteit. Maar het is niet meer die generatie met one choppy. en daarna. Uh, hoe heet die jongen? Die kleine jongen die in Arsenal ging. Um, Campbell. Ruiz. Die hadden gewoon echt best Ruiz, wel een paar goede gaan spelers. Best best ook, ja, ja die, 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 die gaat richting de 40. Dus, dus, uh, ja. uh, uh, het is niet meer de Costa Rica van, laten we zeggen, acht jaar geleden of zo. Dat, dat is een heel andere ploeg. Um, we hebben gezien met de Gold Cup. Alleen Navas ontbrak, uh, uh, maar Campbell was er wel. Al, die Omania, ja, die jongens die achterin spelen in de Spaanse competitie. Die waren er allemaal bij en we hebben die wedstrijd gezien. Uh, het, was gewoon, het was gewoon competitief. Dus, um, en Jamaica, die hebben net als Suriname een po hoog, groot potentieel aan spelers die ze nog erbij kunnen zetten. Dus die zijn een gigantische dark horse om een van de sterkste landen te worden in de Concacaf. Maar als jij, laten we zeggen, de Dancewills, de Riedewalds, dat niveau zo'n Acht spelers binnenhoudt voor die tijd ben je niet minder dan die landen, dat durf ik gewoon te zeggen. Mexico, Amerika, Canada zijn wel echt gewoon, die steken wel bovenuit. Ja, die landen. Ja. maar daaronder zou Suriname van niemand bang hoeven te zijn, mits ze uh, ja, gewoon een brede selectie hebben die ze kunnen hebben. Dus kunnen we eigenlijk geruststellen stellen dat Suriname, een, ja, een beetje het vergelijkbaar niveau is als Curaçao, om maar iets te noemen, of zijn ze zelf in potentie misschien wel beter? beter. Ja, kijk, wij hebben gewoon veel meer spelers uit kunnen kiezen. En in Curaçao, als je de baas 11 pakt, uh, is 4-5 halve Surinaams. Snap je? Uh, dat, dat wil ik niet zeggen dat Curaçao nou niet kunnen voetballen, maar het is gewoon een kleinere bevolking. Dus wij zullen, als zij vier uh, spitsen kunnen kiezen, potentieel, kunnen wij er 12 kiezen. Uh, uh, centraal achterin, ja, Chucho, Cuco Martina, dat is hun beste verdediger. Wie zijn onze beste. Dus als je het één op één tegen elkaar zet, in potentie zou Suriname het be beter zijn dan Curaçao. Um, alleen Curaçao is langer bezig met diaspora spelers. Dus ze zijn iets verder op dit moment in het proces. Maar ik denk echt als wij die categorie van spelers binnenhalen, dan buiten die top 3 van net, ben je voor niemand uh, doe je onder dan, zeg maar. Nee, nee. Dat, dat, is, uh, ja, dat is inderdaad wel een beetje het niveau van, uh, van Suriname. Nou, we gaan het uh, afwachten hoe dat uh, zich verder zal ontwikkelen. Ja, we hebben het al net over de Nations League een beetje gehad. 23 maart speelt Suriname dus thuis in het AZ-stadion tegen Mexico. Betreft de voorbereidingen is er eigenlijk wel weinig over bekend bij Suriname in ieder geval. Ja. Bij Mexico is er wel het een en ander. Uh, ja, het heeft een beetje. De laatste tijd zijn er wel dingen die er kort na het WK, en tijdens het WK ook zelf uh, in Qatar, uh, die, die er hebben afgespeeld. Um, maar voordat we daar naartoe gaan, ik spreek regelmatig. Uh, fans van Nacho, van Suriname, die uh, ja, wonende in Suriname zijn, en die zeggen ook van, nee hey, we zijn echt niet bang voor Mexico. Geloof me, er staat hun echt een oorverdovend kabaal te verwachten. Dus het, het zal, net als toen tegen Jamaica, zal het echt wel een in intimiderende werking op ze gaan hebben. En als ik zulke dingen hoor, ik, ik ja, kippenvel krijg ik daarvan. Ik, ik, ja, ik krijg bijna tranen van in mijn ogen. Ik vind het zo mooi dat de fans nu zo meeleven, terwijl in het verleden, ja, ja. de stadions waren gewoon leeg, weet je. En uh, dat kan je gerust eigenlijk... Uh, ja, Gore heeft eigenlijk Nacho op die manier echt in de kaart, op de kaart gezet. Dat het weer is gaan leven bij de mensen. En dat is echt prachtig. Dat moeten we gewoon uh, op voortborduren. En dat gebeurt uh, hopelijk straks ook met betere resultaten. Maar verder over de Mexicanen... Het was dus eigenlijk redelijk ja, best wel onrustig uh, door de resultaten op het WK ze waren in de poolfase al uitgeschakeld. Dat is voor het eerst eigenlijk sinds 1978 dat, hun, dat ze stranden in, in de pool. Dat is eigenlijk hun niet eerder uh, ja, overkomen. En ja, de bondscoach uh, Gerardo Martino had zijn vertrek aangekondigd dus na die uitschakeling uh, op het WK in Qatar. Dus ja, hij had wel hij had zelf gezegd in een statement van ik ben verantwoordelijk voor deze grote teleurstelling die veel verdriet veroorzaakt. Ja. Uh, dat zei hij op de persconferentie. En daarna kondigde hij meteen zijn afscheid aan. Wat uh, hij verder nog zei, hij zei, ik, uh, ik zie niet hoe het in de toekomst beter kan gaan. Mijn contract bij Mexico eindigde toen de scheidsrechter voor het laatst vloot. Uiteindelijk is hij wel aangebleven, maar ja, dit is toch wel misschien een vertrouwensbreuk. Misschien dat de spelers ook wel, weet je, ze kunnen, het kan toch wel onrust hebben veroorzaakt en Misschien kan Suriname daar zelf wel van profiteren. Het is nog een paar maandjes, maar we weten niet wat er allemaal nog meer gaat afspelen in die tijd. Maar ja, kijk, als je Mexico neemt, zij kunnen uit gigantisch veel spelers putten. Maar het viel me op, de, de sterren zijn oud geworden. Hè? Dus absolute sterren die gaan een beetje weg. Ze hebben ook een soort tussenfase, hè? dat moeten we niet onderschatten. We vergeten dat Lozano is om maar 4,25 of zo. En, uh, en, en die wordt wel als, als een van de grote spelers gezien. Ja. Uh, eh, Guardado gaat bijna stoppen. Maar ze hebben heel veel jonge spelers. dan moet je die onderschatten. Alvarez is het ook niet de oudste. Die is ook wel... 25 misschien of zo. M misschien nog wel jonger. Ja. Uh, maar maar, maar dus, uh, die, dat team is ook in transitie. Hè? We, kijken, we kijken naar Mexico en de CONCACAF. Ja, ze hebben altijd sterke teams. Ze hebben een behoorlijk sterke competitie ook. Dat moet je niet onderschatten. Uh, ze hebben ook heel veel jongens uit de lokale competitie... die ook op het WK hebben gespeeld. Maar... Uh, het is niet, ze zijn niet meer zo ongrijpbaar als vroeger heb ik het idee. En als je de laatste, nou laten we zeggen, ja, van 2006 tot 2018 waren ze echt soort van de Conca Cavgados of zo. Er is wel één iemand in de selectie die eigenlijk bijna op elk toernooi ongrijpbaar is en dat is gewoon de keeper uh, Ochoa. Guillermo ja, Ochoa, maar ja, die is ook gaat ook <laughs> richting de 40. weet je. Dat wel. Hij is inmiddels speelt hij bij Salernitana in Italië, maar hij is op een toernooi is hij er gewoon altijd weer. Dan dan valt hij weer op, dan. Ja, klopt. En, en, en dat, dat wil ik zeggen. Ze hebben in het verleden altijd grote spelers gehad. En uh, die jongens die er nu spelen, die moeten nog grote spelers worden. Maar ze hebben, dat ze talent hebben, is onmiskenbaar. Maar je moet niet vergeten, zij zijn al gekwalificeerd. Ze, hebben al, ze gaan al naar die laatste ronde. Hè? Ja, het dat is, dat is... zijn een soort van zeker van al. Dus uh, ja, welke, welke selectie gaat daar spelen? Uh, denk, uh, gaan de Alvaresjes en de die jongen van Porto, met zijn naam kwijt, corona, die grote spelers, gaan die wel geselecteerd worden? Uh, komen die oude ervaren spelers wel of niet, want die, ook de arbeidsrustverhouding van hun, gaan ze weer met een jonge ploeg spelen zoals de vorige keer. Um, en wat, is Suriname versterkt tegen die tijd in vergelijking met de vorige keer. Um, na drie wedstrijden korte tijd, al die, 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 die perikelen ro ro rondom het reis en dat soort dingen. Ja. Ik denk dat we sowieso een frisser Nacho gaan verwachten. Spelen thuis op kunstgras, zijn die Mexicanen niet gewend. En Mexico gaat niet met een topselectie aankomen, denk ik. Nee, en over de selectie van Mexico gesproken, één um, iemand Diego Laines, die in het verleden in de belangstelling stond van Ajax. Ajax die wilde hem echt heel graag hebben en ja, hij koos op het laatste moment toch om naar btc Sevilla te gaan. De, de taal is allemaal dichterbij, um, dus ja, dan, dan kan je sneller thuis gaan voelen. Maar dat is helaas mislukt. Uh, het avontuur daar, hij is ook uiteindelijk verhuurd aan uh, SC Braga in Portugal, ook mislukt. In een vrij recent interview heeft hij aangegeven dat hij eigenlijk wel uh, het heel jammer vindt dat het niet doorging met Ajax. En dat hij heeft eigenlijk wel spijt van zijn keuze, zeg maar. Los daarvan hebben we in de wedstrijd toen uh, Mexico die thuis speelde tegen Suriname, hebben we gewoon gezien dat hij gewoon heel goed kan voetballen nog steeds. Ja. Hij was een van de gevaarlijkste jongens die misschien uh, niet de long inhoud heeft om het echt 90 minuten dat niveau vast te houden. Maar hij heeft wel laten zien dat hij het echt, hij is heel vervelend om te verdedigen. Het is echt een lastige ja. jongen. Maar ze zijn al die Mexicanen, ze zijn allemaal 1,65. Maar ze hebben longen als een paard, de meesten aan wat minder. Maar die, die Marco Flores, uh, Mar Marco Flores heet hij geloof ik, die interviewde, bij, hij speelde bij Arsenal uh, in het tweede team. Ja. Ja. En 17 jaar was hij die penalty zo, was dat ook een goede speler. Die onbevangenheid waar hij mee speelt. Ja, 17 jaar hè. En, en uh, kijk, uh, nou moeten we, uh, kijk in die emotie raak ik wel eens over enthousiast over de kwaliteit van Nacho. Want ik wil gewoon gra ze graag goed zien. Maar uh, je zag in de tweede helft bijvoorbeeld dat Nacho toen ze weer 4-5-1 gingen spelen. vanaf het moment dat ze een soort van een beetje. dat die Mexicanen ook zoiets hadden van. Hey, oké, okay, we zijn beter, maar dit wordt niet een walk over of nee, zo. Nee, nee, dat, je, want je, je zag het aan die spelers, ze gingen net wat minder zeker pasen ze kozen vaker de veiligere optie in die wedstrijd, um, uh, want uh, dat team wat tegen Suriname speelde was eigenlijk gewoon een behoorlijk sterk eredivisie elftal, want ze dus waren allemaal lokale spelers uit de Mexicaanse competitie van Cruz Azul, América, um, uh, Unam Pumas en, uh, uh, Unam Tigres, sorry, en uh, uh, van al die clubs en dat zijn, uh, laat ik zo zeggen, een gemiddelde eredivisie speler die die gaat die met twee vingers in zijn neus in de Mexicaanse competitie. En die competitie kan je overigens ook wel een beetje vergelijken... met het niveau van de eredivisie eigenlijk. Redelijk wel, ja. Ik, ik, ik denk dat het... Uh, de middenmoot is wel breder, heb ik het idee. Want de, het aantal punten waar die teams behalen zit dichter bij elkaar. Uh, valt me op. En uh, ook uh, in Mexicaans elftal zie je soms een speler van de nummer 10. Nummer 10 in Mexico speelt gewoon rechtsback. Uh, in Mexicaans Mexicaanse elftal en draait gewoon... Het draait ook om tactiek daar ook. Tactisch zijn ze heel sterk. Ja, en een teamgevoel. Hè. Kijk, Mexicanen zijn trots, hè. Nou ze zijn echt. Kan je één Mexicaan opnoemen die voor een ander land heeft gespeeld dan Mexico? Nee, dat vind ja. ik een hele goeie. Nee, nee. Maar, 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 dat bedoel ik te zeggen, hè. Uh, Iran, ook zo'n land, weet je? Je hebt van die landen, die hebben een heel sterk culturele um, verleden. Het nationalistische gevoel. Dat, ja. ja, en ik geloof dat. want kijk, die Mexicanen is ook ook kolonie geweest een tijdje natuurlijk. Hè. Maar um, die hebben wel um, een rijke historie die, ge, uh, die bewaard is gebleven van de Azteken en dergelijke. Dus die hebben iets om, om, om trots op te zijn vanuit hun oorsprong. Het is een hele sterke cultureel besef van waar ze vandaan komen en uh, uh, waar ze wonen. Je ziet het ook gewoon in, 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 in de, 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 de eetcultuur hè? van een land. Ja. Ook zien van hoe trots men is op hun afkomst. En om het terug naar voetbal te, 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 te brengen. Mexicanen over de hele wereld, Mexico, daar spelen ze voor. Dus, denk je aan Mexicanen voor Amerika gespelen als ze daar 15 jaar. En als we ook kijken naar toen Alvarez pas bij Ajax speelde. Zijn familie die kon nog niet overkomen, zijn vrouw en zijn kind. En toen zag je dat het ja, echt ten ja. koste ging van zijn prestaties. Want toen zij overkwamen, nou, toen, toen hebben we echt een speler gezien van we denken: wow. We dachten eerst, het is een miskoop. En nu gaat het een van, ook misschien een van de duurste spelers in de geschiedenis zijn. Weet je, dus familie is heel belangrijk voor, voor de Mexicanen. Het maakt niet uit waar ze spelen, welke competitie, waar op de wereld. Die, die vlag is voor hun heel, hun heel erg belangrijk. Ja, en, en wat jij dus nu zegt, daardoor zal een Mexicaan minder snel voor een buitenlandse club gaan spelen dan bijvoorbeeld een Nederlandse speler, dan Amerikaans of welke landen dan ook. Omdat ze hebben al best een sterke competitie. Hè? Ik zag ooit een lijst van de top 10 competities ter wereld. De Mexicaanse competitie stond bijna op gelijk hoog met de Eredivisie. Ja. En uh, dat komt omdat uh, ja, het is gewoon een behoorlijk niveau is. En moet je onderschatten, er spelen soms ook echt bekende voetballers. Hè? Die, die Franse spits speelt daar. Cabanas van Portugal, of, uh, Paraguay speelt toen de tijd daar. Ronaldinho heeft bij keer daar ook gespeeld een tijdje. Uh, het is gewoon een echte, Het is niet een, een, een competitie. Je denkt van, oh, die verslaan we wel even. Als bij die wereldkampioenschappen clubteams. Die Mexicaanse ploegen tegen Madrid speelden en zo. Ja. Die gaven gewoon goed partij. Weet ja. Je. ja, zeker. En daarom moet ik zeggen van, zij hebben. Um, een bepaalde voetbalinfrastructuur en identiteit... die al 40 jaar gewoon stabiel is. Welk land in de CONCACAF heeft dat? Nou, Daar kunnen we met Suriname zeker wel wat van leren. Dus, uh, ja. het, heeft geen, uh, het kan geen kwaad om in de keuken uh, mee te kijken daar een keertje. Nee, zeker. En nog even op die wedstrijd nog. Ik verwacht gewoon een Suriname dat iets versterkt is... in vergelijking met de vorige keer. Frisser is. Maar Mexico gaat gewoon spelers uitproberen. Want als je dat in die eerste wedstrijd... waar het er wel echt om ging, al doet... waarom zou je het niet in de wedstrijd die eigenlijk niet meer... Voor een stand belangrijk is. Ja, hoewel het publiek er niet zo blij mee was hoor. Uh, de bondscoach die is, ja, kijk, hij is ook een Argentijn. Mm. Dus uh, daarmee heeft hij al uh, iets meer afstand uh, van het, uh, het publiek eigenlijk. Maar ze waren er niet zo blij mee dat hij niet uh, ja, echt, de, 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 echt de krachten uh, had uh, opgesteld in de wedstrijd. Uh, ja, hij speelde voornamelijk met jeugdspelers. Spelers die ja. nog uh, niet zo bekend waren. En het publiek die zat daar niet zo op te wachten. Dat heb ik wel meegekregen daarvan. Ja. Maar van, uh, ja, van Mexico wil ik even doorschakelen naar, uh, naar Amerika. Mm -hmm. Overigens was het ook een. Uh, die speelde ook op het WK. Deed het heel goed. Ja. Ja. Maar de bondscoach. Er is wel het een en ander gebeurd de laatste tijd. Wat uh, ja, niet zoveel eigenlijk helemaal niet met voetbal te maken heeft. Hij kwam met een verklaring naar buiten de bondscoach uh, Greg Burhalter die trouwens ook in Nederland uh, in de Eredivisie heeft gespeeld, onder, onder versvolle en Cambuur. Maar de verklaring uh, die hij naar buiten bracht, dan gaf hij dus aan dat hij zijn vrouw Rosalind in 1991 heeft mishandeld. Hij geeft dit toe nadat hij werd gechanteerd. En volgens de Amerikaanse tak van ESPN zou de oud-speler Claudio Reina, de vader van de Dortmund-speler Gio Reina, uh, die zou degene zijn die hem chanteerde. Nou, wat... Uh, de bondscoach zelf zei: hij zei, Het betrof informatie die me hard kon raken met het doel mijn relatie met de bond te beëindigen. Na het incident heeft de Burrell wel steun gezocht bij zijn directe omgeving. En hij heeft ook professionele hulp gekregen. En trouwens, overigens, zeven maanden na de ruzie, die er dus in 1991 afspeelde. Mm. Toen zocht het koppel weer contact met elkaar. En inmiddels zijn ze dus 25 jaar getrouwd en hebben ze vier kinderen. Dan denk ik van. Het is eigenlijk, dus na die ruzie is het heel stabiel. Je bent getrouwd, het is niet meer gebeurd. Je hebt professioneel, uh, professionele hulp gekregen. Ik leg het dan meteen ook in verband met uh, Gio Reina, dus de zoon van Claudio Reina. Claudio was trouwens een hele goede speler. Ja, die ja. ook bij Bayern München speelde. Goeie voetballer. Echt een hele goede voetballer. Maar er uh, was al iets gebeurd met het invallen van uh, Giovanni Reina op het WK in Qatar. Hij, hij kreeg weinig speeltijd of hij mocht warmlopen en, en uh, dan weer niet invallen. Dus. Het lijkt als een soort payback. Hè. Ja, kijk, dat zullen we nooit weten tenzij het echt zo naar buiten komt. Maar het is wel opvallend dat de roep om Rijna zo groot is, ook door de Amerikaanse voetbalfans. Hè. Niet alleen door um, zijn directe omgeving, maar echt heel Amerika vroeg zich af Waar speelt hij niet. Ja. Hij is de enige die een bepaalde wedstrijd kan openbreken op een bepaald niveau. En het bewezen heeft Dortmund ook. Um, en dan, uh, niet lang na het WK, brengt zijn moeder. Of uh, eh, een, een van zijn ouders dit naar buiten over de trainer die dit heeft gedaan. Ja, dat, dat, dat is vo uh, voedsel voor speculatie natuurlijk. Um, tegelijkertijd um, even over de kwestie aan zich. Ja, het zal juridisch ongetwijfeld verjaard zijn. Het, uh, ik, ik ben sowieso tegen geweld van vrouwen. Je moet je vrouw gewoon niet slaan. We weten niet wat er gebeurd is. Hè. Misschien was zij ook uh, wel met bepaalde dingen bezig of zo. Dat kunnen we niet over oordelen. Maar het feit dat zij met z'n tweeën het goed hebben gemaakt. En al, wat je zei, 25 jaar samen zijn. Nee, maar... Vier kinderen. Is het niet jouw zaak om daarin te gaan bemoeien? Yes. Uh, dat, dat vind ik wel. Uh, tegelijkertijd, um, ja, uh, we kunnen wel praten over uh, dat je vrouw geslagen heeft. En uh, dat, veroordelen, dat veroordelen, ik veroordeel dat ook. Maar we weten niet wat er precies heeft plaatsgevonden. Dus je kan niet exact een juiste mening hebben erover. Nee, nee, en, en uh, ja... Overigens, over de, de Gold Cup. Amerika staat er heel, ook wel goed voor. Ze staan tweede in hun pool. Dus, um, ja. nou, de Gold Cup, mijn excuus. <laughs> het de is de, de, de Nations, Nations League, League ja. natuurlijk. Ze staan tweede in hun pool. De volgende wedstrijd spelen ze tegen Grenada. Ze hebben overigens thuis al met 5-0 gewonnen. Dus um, ja, dat, dat ziet er gewoon goed uit dat ze gewoon ook uh, door zullen gaan. Ja, want de Gold Cup is later dit jaar, hè? De Gold Cup wordt als het goed de is de later. De Ik dacht dat het volgend jaar was. Maar nee, volgens mij is het inderdaad dit nee, jaar. Ja, voor mij is het dit ja. jaar. Want dan uh, nu heb je de Nations League. De laatste ronde in, in maart. Inderdaad. En daarna uh, heb je de play-offs tussen de teams van de hogere pool. En teams van de lagere pool. Ja. En Suriname heeft dus nog kans, hè? Ja, ja. Dus. Uh, we zijn niet uitgeschakeld. Maar wel voor de Nations League. Laten we het hopen dat. Het, uh, ja, Mexico gaat het gewoon sowieso niet makkelijk krijgen. in, de, in het sz stadium dat is één ding wat duidelijk is. Om, uh, Nu we het toch over Suriname hebben, wil ik toch even op de positie van de bondscoach even terugkomen. Henk Vrezer, zou hij niet een optie zijn als bondscoach van Suriname? Ik bedoel, hij is beschikbaar. Hij heeft een berg aan ervaring. Hij zal respect afdwingen. En hij schrompt er echt zeker niet voor om geregeld een woordje Surinaams te, te praten. Ja, hij, hij lag negatief, nou, niet heel positief in het nieuws. Uh, gezien de incidenten bij zijn, zijn ex-club FC Utrecht. Maar als we gewoon naar zijn cv kijken, is het gewoon een, een toptrainer eigenlijk. Ik bedoel, uh, assistent bondscoach ook bij Oranje geweest. Ja, die, als het met winter niet lukt... Zou Fresa denk ik wel een optie zijn. Nou, het verschil met Winter is, kijk, ik denk dat Winter qua carrière misschien wel iets beter heeft gedaan... als Fresa als speler. Nee. Maar Fresa was ook gewoon een topvoetballer, eerlijk is eerlijk. Spijkerharde verdediger die, volgens mij, als er de tijd van de Far, als er toen een VAR was, was zijn carrière niet zo lang, of had hij wat een stuk meer kaarten gepakt. Nee, daarom weet je, maar, maar dat, dat was, hij heeft gewoon een carrière waar spelers ook respect voor hebben. Um, hij is Surinaams, dat helpt gewoon. Bij Surinaams jongens toch een, uh, zeker als je alleen maar Surinaams jongens bij elkaar hebt. En um, hij heeft gewoon ervaring. En hij heeft meer ervaring na winter als trainer als op eigen benen te staan. Hè? Uh, Sparta, onlangs getraind, Utrecht. Uh, hij heeft bij Vitesse gezeten. Um, verder weet ik niet uit mijn hoofd welke clubs daarvoor. Maar hij heeft gewoon ervaring op eredivisieniveau. En um, op dit moment kan ik me niet een betere, beschikbare, benaderbare persoon bedenken voor het boonskwartschap dan Henk Vreeser. Het is ook echt een no-nonsense-trainer, weet je. Ik bedoel, ik denk ook dat hij niet met zich gaat laten sollen uh, met, met de, laten zeggen, de, de afspraken die niet naast zouden worden gekomen door de Surinaamse Voetbalbond bijvoorbeeld. Weet je? Ja, Winter ook niet overigens hoor, die is ook niet makkelijk. Nee. Weet je, maar Fraser, ja, die heeft het al meermaals laten zien van, hey, <laughs> ja, ik ben niet makkelijk, weet je. Ja, de, ook dat, maar ik bedoel van, um, hoe je het went te verkeken, Aron Winter uh, is ook een stukje ouder dan Fraser, uh, maar bij Fraser, er staat echt iemand daar gewoon. Winter is inhoudelijk goed. Hij een, heeft een geweldige carrière gehad. Ik, ik twijfel niet aan zijn capaciteiten. 88 was hij erbij, hè? Ja, hij was als selectiespeel erbij. Toen Nederland Europees kampioen werd. Ja, maar, 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 maar... ja kijk, en, en ik weet niet hoe, hij, hoe streng hij is en dat soort dingen. Maar bij Henk Vreese kan je je voorstellen als je tegen Mexico bijvoorbeeld 0-1 achter staat. Je hebt vier kansen gemist. Je had gewoon makkelijk gelijk al voor kunnen staan. Dat ze na rust, dan komen ze heel anders naar buiten. Ja, en, ja. En, 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 en dat idee heb ik niet bij Winter, zeg maar. Ik weet niet of het zo is, maar ja. Ja, 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 ja. Van Vreester is toch wel wat meer bekend. Hij heeft een, uh, als, als ja, trainer, hoofdtrainer een, een toch wel een grotere staat van dienst dan Winter eigenlijk. Die is vaak assistent geweest. En ja, natuurlijk wel bij Ajax. Uh, en hij heeft bij hele grote clubs in het buitenland gespeeld. Dus die ervaring neemt hij ook met zich mee, weet je. Natuurlijk, dus dat speelt ook wel een rol. Maar ja, de onderhandelingen zijn daarin nog gaande, maar inderdaad, mocht dat niet lopen, mocht het toch niks op niks uitlopen, dan hebben we gewoon, toch wel vind ik dat je vrezen gewoon zou kunnen benaderen. Ja, ja. Al, al doe je hem als, als interim voor de komende wedstrijden. En ik, 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 ik las wel dat uh, Aaron Winter, dat de, de, de onderhandelingen stroef liepen, in de ware tijd geloof ik, zag ik het staan. Dus uh, we hebben, nou ja, het is over anderhalve maand, om het zo te zeggen, en um, we hebben nog steeds geen bondscoach. En nog steeds geen duidelijkheid over die twaalf spelers. En um, ja, goed, het blijft speculeren, maar misschien wachten ze om allebei naar buiten te brengen. We hebben een nieuwe ons en deze spelers komen erbij. Maar wat we zo, zoals we net al zeiden, wat we ook niet hebben, is communicatie. Ja. Weet je, communiceren, we zijn ermee bezig. Het is er nog niet, het, weet je? het is vertraagd, maar ook dat is er niet. Dus. Ja, dat is echt jammer, weet je. En uh, kijk, uh, dat zijn wel dingen die je kan nog de beste spelers hebben, maar als die randzaken niet goed geregeld zijn, dan heb je een achterstand op de landen waar je tegen voetbal die het wel hebben. En Nicaragua, we hebben ze verslagen met 2-1 Maar die hebben in de afgelopen vier maanden meer oefenwedstrijden gespeeld dan wij sinds de Gold Cup. Ja, onder meer tegen Ghana, tegen Iran. Ja, ja WK-gangers dus hè. Ja, ja. Dat ja. hebben ze georganiseerd. En, en, en kijk, en, en in een paar maanden tijd hè? volgens mij ja. in vier maanden tijd hebben uh, ze... Binnen één of twee maanden na, na, na tegen Suriname. T tot het WK zeg maar. Tussen Suriname, eind september was het geloof ik hè, toen we in Almere waren. Ik weet niet meer de, de datum exact, maar ik dacht dat het, in, het... Het was ergens in september was het. Tot het WK hebben ze iets van drie, vier oefenwedstrijden gespeeld. Gewoon dat, dat gegeven alleen al. Hè? En uh, gelukkig komen er nu steeds meer um, officiële wedstrijden aan... waardoor de bond ook geld krijgt om um, die wedstrijd te financieren. Waardoor het excuus... ...er niet meer is van, hé, we kunnen de reizen niet meer betalen. Nou, geld krijgen. Volgens mij krijgen ze 1,5 miljoen per jaar van de FIFA... ...om dit soort dingen te kunnen bekostigen. En voor een derde wereldland als Suriname is dat echt heel veel geld. Maar ja, we moeten die onderschatten. Als Nederlands elftal moet spelen... ...spelen we een wedstrijd tegen Griekenland je vliegt drie uur van Griekenland. Klaar. Suriname moet wedstrijden spelen op eilanden waar je drie, vier tussenvluchten moet hebben. Je kan niet van Paramaribo naar Mexico City vliegen. Je kan alleen naar Miami, Curaçao en Belém in Nederland. Weet je? Dus, uh, maar je kan wel een verdienmodel maken door wedstrijden in Europa te spelen. We zagen tegen Nicaragua, het was, was nagenoeg uitverkocht. Maar je kan ook tegen Luxemburg gaan oefenen. Je kan tegen, nou Griekenland noemde ik net, kan je oefenen. Je kan tegen, gewoon de, de, niet, niet de, de superkleine landen. Maar die landen die ook in een soort ontwikkeling zijn. Hè? Luxemburg heeft nu ook een representatief elftal. Je kan tegen Finland oefenen. Je kan tegen Estland oefenen. Zoveel landen die ook oefenwedstrijden willen hebben tegen andere stijlen. Dus... Maar ja, goed, dat moet wel geregeld kunnen worden. Je moet de contacten hebben. Maar daar ben je minder geld aan tickets kwijt. En je kan de revenue kosten ook nog innen. Waardoor je vriendschappelijke wedstrijden kan blijven financieren. Maar goed, wij kijken vanuit buiten ernaar. Maar... Um, maar, maar dit zijn wel dingen die denk ik meer moeten gaan gebeuren. Er zijn zoveel opties, weet je. Net als de optie dat ze eigenlijk. Want ja, uh, we liggen in Zuid-Amerika. Ja. Dus buurland Brazilië. Uh, weet je, al, alle landen in Zuid-Amerika ja, zijn binnen ons bereik. Ik denk dat inderdaad, kijk, en toch ben je natuurlijk vanwege het historische. Uh, de Caribische contacten. Dan speel je eigenlijk mee voor de CONCACAF. Maar. terwijl je eigenlijk bij de CONMEBOL zou moeten zijn. Maar ja, ik wil dat in de volgende podcast gaan we daar echt helemaal op in. Ja, goed idee. Dus we zijn eigenlijk hiermee uh, aan het einde te, uh, gekomen van onze eerste. Nacho Podcast. Ja man, dus, aflevering 1, seizoen 1. Het, het zit er weer op, de kop is eraf. En uh, ja, dames en heren... Ik, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken... voor het luisteren. en um, ja, Tot de volgende keer. Hou onze social media kanalen in de gaten. En daar zullen wij zeker... Uh, ja, de boel promoten natuurlijk. En dan zie je vanzelf... wanneer wij weer met de volgende aflevering zijn. En uh, uh, nog één ding... misschien toevoeging, Orville, voor heel graag afsluiten. Mensen kunnen ook vragen insturen... Hè? Ja, zeker, zeker. Dat gaan we zeker uh, vanaf de volgende podcast gaan we daar, uh, dat gaan we ook natuurlijk delen. Dus hou inderdaad nogal, nogmaals de social media kanalen in de gaten. En daar geven we ook aan van waar de ingezonden vragen naartoe kunnen en dergelijke. Yes. Dus nogmaals bedankt en tot de volgende keer. Dankjewel. Doei. doei.